superleuke video voor jullie. Ik ga namelijk mijn top 3 smoothie bowls met jullie delen die ik eet wanneer ik dieet ben of aan het afvallen ben of vetverlies, hoe je het wil noemen. Ik probeer al een tijdje weer back in shape te komen. Dat heb je door mijn weekvlogs kunnen zien. Dus vandaar dat ik weer een beetje oplet op wat ik eet, dat ik weer bezig ben met sporten. En ik weet dat in quarantainetijd het best wel lastig is omdat we niet naar de sportschool kunnen gaan. Dus voornamelijk train ik nu thuis. Qua eten kan ik dat helemaal zelf dus indelen. Omdat ik nu zoveel tijd heb, heb ik ook tijd om lekker in de keuken mijn ding te doen. Dus vandaar deze top 3 smoothies. Vind je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Doe je door hieronder te klikken. Heel veel video's over recepten, over afvallen en over van alles. Ik heb ook een e-book erover geschreven. Ik zal hier of hier in het i'tje de video ervan linken over nog meer recepten over afvallen. En hieronder in de beschrijving staat mijn e-book met nog afvaltips. En ja, dat is gewoon een traject van 8 weken waar ik je in meeneem. Ik ben van best wel stevig gekomen naar waar ik nu ben. Ja, met dat allemaal het gezegd te hebben, laten we dan maar gewoon met de video beginnen. Ja. Hey en welkom bij deze video. Laten we maar ook meteen beginnen met de video. Ik ga als allereerst een bevroren banaan erin doen. Ik vind bevroren banaan is echt mijn basis voor al mijn smoothie bowls. Ik vind dat super lekker en het maakt het echt romig. Wat we daarna gedaan is spirulina. Pas op met spirulina, want het heeft echt een hele sterke smaak. Dus als je er niet van houdt, doe een heel klein beetje. Wat ik ook nog doe zijn dadels, want ik hou van zoete dingen. Dus dadels en banaan zijn alle twee zoet. Dus dat is echt een perfecte combinatie die je dan kan maken. En een heel klein beetje vocht. Let op, want anders wordt die echt veel te papperig en kan je geen toppings meer op doen. En dat is eigenlijk het enige. Het zijn heel weinig ingrediënten. Dat ga je gewoon allemaal blenden. Totdat het helemaal één smeuïge substantie is geworden. En de kleur vind ik echt super pretty door die spirulina. Het is echt, ja, ik weet niet, een zeemerminne kleur vind ik het altijd. Het is echt super lekker. En wat we dan gaan doen zijn de toppings erop doen. En ik heb hiervoor aardbeien gekozen. Omdat ik aardbeidjes ook gewoon lekker vind. Er zit heel veel vitamine C in. En blauwe besjes of course. Want die zijn ook super goed en super gezond voor jou. En ik heb hier wat huttekezen en wat chiazaad eroverheen gedaan. En dat was het eigenlijk. Je kan natuurlijk de toppings zelf kiezen wat je wil, wat je het lekkers vindt. Maar ik vind deze combi het lekker, vooral met huttekees. Omdat huttekees is super romig en dat maakt het nog fluffier. En ja, het is gewoon echt lekker. En we hebben nu smoothie bowl nummer 2. Dit is echt mijn favoriet. Het is echt super gepakt met eiwitten. En het is gewoon lekker voor na het sporten. Waar we mee gaan beginnen is weer een bevroren banaan. Want dat is mijn favorite. Zoals ik al meerdere keren al gezegd. En nu doe ik de huttekees niet als topping. Maar die doe ik dan in de smoothie bowl. Waardoor het nog luchtiger wordt. En ik heb hier proteïnepoeder. Maar je kan zelf een beetje kiezen welke je wil. Ik heb de smaak vanille gekozen. En uiteindelijk heb ik toch nog iets meer bananen bij gedaan om het toch nog wat cremiger te maken en wat meer ijsachtig. Dit ga je weer allemaal blenden bij elkaar en dan krijg je dus, ja echt, ik moet zeggen, dit is echt super lekker. Het is zo romig en het smaakt gewoon echt naar ijs. Ja, naar soft ijs. Ja, het is gewoon heel lekker. Anyhow, je doet alles weer in een bakje of wat je wil en we gaan weer de toppings erop doen. Want een smoothie bowl zonder toppings is geen smoothie bowl, dus onthoud dat. Ik had nog een havermoutkoekje over en dat heb ik gewoon verkruimeld en opgedaan. Heel erg lekker, dus koek kan er ook gewoon bij. En ik heb hier nog voor meer banaan gekozen en chiazaad. Eigenlijk doe ik overal altijd wat chiazaad bij. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon ook lekker voor een beetje crunch erin te hebben. Maar dit is echt heel erg lekker. Hij is wel iets hoger in calorieën deze. Daarom doe ik hem ook meestal na het sporten eten. Maar wat ik al zei, hij is gepakt met eiwitten. Dus je zit super vol als je dit hebt gegeten. En ja, try it. En dan zijn we nu alweer bij smoothie bowl nummer 3. Deze is heel laag in calorieën. Waarom? Omdat ik bloemkool gebruik in plaats van bevroren banaan. Maar je moet hier echt van houden. Ik had bij deze echt te veel bloemkool gedaan. Ik heb het voor 2 personen gemaakt, dus voor mij en voor Nick. Wees echt voorzichtig met de bloemkool, want die smaak overheerst vrij snel. En let ook goed op dat je de deksel er goed op doet. Want ik heb hier een ongelukje dus. Echt super stom. Deksel goed erop doen en dan heb je het gewoon goed. Mijn hele keuken zat trouwens onder en ook mijn hele kleren zaten onder. Dus het is echt niet grappig gewoon. Maar ja, als je dan klaar bent, dan heb je een wat klonterige substantie. Omdat de bloemkool ja, een andere structuur heeft natuurlijk dan de banaan. Dus daarom zei ik meer
fruit erin doen, minder bloemkool. En als je dan klaar bent, is dit het resultaat. Het groene wat je ziet is van een smoothie bowl die ik de vorige keer had gemaakt. Wat ik dan doe is in ijsklontjes bewaren in de diepvries. En dan kan je ze gewoon weer ontdooien en op je smoothie doen. En het geeft toch weer een variatie en het is super lekker. Ga je deze smoothie maken? Nogmaals, doe dan veel meer fruit dan dat ik deed. Want die van mij had iets een bloemkollerige. Ik weet niet of dat een woord is, maar hij had meer een bloemkoolsmaak dan dat ik zou willen. Dus alsjeblieft, meer fruit, minder bloemkool. En ja, for the rest, you go girl. Hij is in ieder geval wel heel skinny. Maar hij moet ook lekker zijn. Als skinny is, moet hij ook lekker zijn. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door je nu onder te klikken. En hier of daar in het i'tje heb ik nog meer video's over recepten. Dus blijf vooral verder kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Of deze week, weet ik eigenlijk niet wanneer er een nieuwe video is. Heb een hele fijne dag. Tot ziens. En love you. High five. Your friends want you every time I call. I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.